Hey Daan, ontmoet kijkers. Ik wil even iets opengooien, iets losmaken en iets vrijmaken. En dat is het hele Daan ontmoet concept. Ik heb mezelf helemaal een beetje vastgedacht hierin en vastgemaakt aan een bepaald kader en regels gemaakt wat Daan ontmoet dan is als een format. En ik wil het openbreken, want ik wil ontmoeten. Daan mag, Daan wil, Daan ontmoet. En jullie ontmoeten Daan. Dus ik blijf mensen ontmoeten, ik blijf hetzelfde doen. Hopelijk wat vaker dan tot nu toe. Maar tegelijkertijd wil ik gewoon wat vrijer zijn in wat ik hier plaats en wat ik hier deel. En ik wil mezelf wat meer delen. Ik weet niet, als je er niet op zit te wachten, klik dan weg en ga iets anders kijken. Maar. Ik heb een verhaal, of ik heb een lading, een boodschap die ik wil overbrengen. En dat is niet de alwetende boodschap, maar het is wel, het gaat over ontmoeten. En daarom wil ik dat op dit kanaal doen. En hoe en wat, dat ga je de komende tijd waarschijnlijk allemaal horen. Niet om het groot te maken, ik wil het juist kleiner maken. Daarom neem ik het ook gewoon zo op met mijn telefoon. Geen druk. Niet moeten, maar mogen, willen. Daan wil, Daan mag. En het is raar, want ik moet ontmoeten. Ik moet, zeg ik alweer gelijk. Ik wil ontmoeten, terwijl ik tegelijkertijd hoef ik zo weinig. Ja, ik ben papa van twee kinderen, maar ik hoef niet zoveel. Ik hoef niet te werken. Ik leef van een WAJONG-uitkering, omdat ik arbeidsongeschikt ben. Sinds eigenlijk mijn hele leven. Zodra dingen te veel op werken lijken, loop ik helemaal vast. Klap ik dicht en word ik of depressief of ik word heel erg overspannen en ik trek het allemaal niet meer. En ik wou dat het anders was, maar dit is het. En ik heb allerlei dingen gedaan om daar iets aan te doen en ik wil daar ook heel graag iets aan doen. Maar tot nu toe. Zodra iets te veel op werken lijkt, gaat het bij mij een beetje fout. En dat is omdat ik dan heel veel moet van mezelf en heel erg mijn best doe. En daarom wil ik graag hier ontmoeten. En wie weet dat het mooie dingen teweeg brengt. Dat gaan we zien. Oké, dus dan weten jullie dat. Daan ontmoet. Ontmoet Daan.